We rollen een blokje, gewoon voor de grap. En het is zo, 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 oh, zo slap. En welkom bij Paper Mario. Sorry. Nee, eigenlijk doe ik altijd de eerste slagzin in het begin, hè. Dus ik moet erom komen. Wacht even. Je bow hebben we nodig. Nu. Oh, ik kan niks meer doen. Oh. Ja, oh! Hij is zo dom. We hebben een gat. Hier is de final boss volgens mij. Dichtbij, maar hier was wel zoiets waarmee je al je levens kon vullen. Herinner ik me ineens. Ja. Wat is hier? Zullen we kijken wat hier linksonder is? Ja, daar is de final boss. Oh, oké. Okay. En wat is daar dan? Dat weet ik niet. Zullen we even kort kijken? Oké. Waar? Super Saloon. Oké. En een Apple-Syroom. En voor de rest kan er niks. En voor de rest moeten we terug gaan. Goed, we gaan bezig met de final boss. Leuk, maar ik heb er wel de pippers van. Geen idee waarom. Dat gebeurt automatisch bijna. Oeh, misschien moeten we wat. Oh, we moeten wel saving. Kijk, hier komt die code rood. Die stomme. Code rood. Ja, hij gaat de fireballs waarschuwen. Ah, joh, stil. Shutdown. In de verte, dat is vijfde van de Star Sprit. Code rood. Report de boss. Alert! Kotsen! Ik weet eigenlijk een instructie ineens weer aan. Hoe dan ook, het is tijd voor de final boss. Hij komt nu! Hier is die. Oh, Jorre, twee keer moet je de final boss verslaan. Jij de eerste en ik doe ik de tweede? Ja, is goed. What? You went in my room. You guys, bad guys komt, steal de Star Sprit. Had ook een. Hij zegt dat we slechte jongens zijn. Slechte jongens die stelen de Star Sprit. Zo stom. Goed, waar beginnen? Zullen we niet veranderen in. Hoe heet dat? Wet? Oh ja. Was het weer toen? Mega shot, die is leuk. Wat is dat? Dan gaat hij iedereen een schok geven. Oh, weet ik veel. A en B. Oh, tegelijk. Ja, oké, voor de volgende keer onthouden, dat kan niet. Oké. Gelijk lastig baasje. Ja, die kan hier niet verbruggen. Misschien moeten we sushi pakken. En die gaat ons een waterblok geven, weet je wat dat is? Ja. Oké, maar dat is, nee, niet doen, ik zou eerder boe doen. En dat die dan ons kan verdedigen. Dat kan inderdaad, ja. En die hadden we net. Nu vast? We gaan even slaan. Goed. Even kijken. Oké, deed de eerste keer. Ja, die. Die op de eerste? Nee. Op hem, oké. Ja, dat zou ik tenminste doen. Oké, en dan... Oh. Nou, moet ze toch even doen, vind ik zelf. Nu kun je eens op naar die. Ik heb de zin om weg te rennen of om gewoon dood te gaan. Omdat we de eerste keer toch niet gaan redden, snap je? De eerste keer... Wacht, stop. We kunnen een starstorm doen. Maar hun hebben 8 levens, die anderen. 8? En de andere heeft er 40. Jongen, die kleintjes hebben er 8. De grote heeft er 40. Oké. Okay, we redden niet meer. Goed.
Je hebt echt een neiging om. Goed, als we een game overgaan, dat gebeurt ook. Dan stappen we even de paard. Ja. Oké, okay, je mag nu alvast stoppen met het filmpje, want het zal niet veel zin hebben. Okay, alsjeblieft, dat is echt niet leuk hoor. Je staat hier gewoon te zeggen dat ik alles verknoei en game over laat gaan. Sorry hoor, maar jij hebt mij de controle gegeven om mij te bewegen. Je zegt dat het dan aan jou ligt. Jij? Nee. Kijk of ze zelf tegen vuur kunnen. Ja. Oké. Ik ga niet bunken, dan zijn we toch dood, oké? Oké, einde part. Dit is echt een moeilijke bos. Dag.